Beste inwoners, het aantal besmettingen met corona is nog steeds heel hoog. De laatste weken zien we dat het constant hoog zit en op dit moment stijgt het ook weer. En ik wil u echt vragen, laten we met z'n allen oppassen dat de ziekte zich niet verder verspreidt. Want we zien helaas ook dat er mensen in het ziekenhuis terechtkomen. We zien helaas ook dat er mensen overlijden. En dat vraagt ons van ons allemaal dat we ons echt inzetten om ervoor te zorgen dat die ziekte binnen de perken blijft. We zien dat er heel veel besmettingen voorkomen, met name thuis in de privésfeer. Maar ook op het werk, ook via de scholen. Dus dat vraagt van ons allen dat we extra kritisch zijn. Dus alsjeblieft, werk zoveel mogelijk thuis. Het valt mij op dat er veel meer auto's rijden nu dan in het voorjaar. Toen hebben we heel veel mensen thuis gewerkt. En ik wil u vragen, ga het alsjeblieft weer doen. Zoveel mogelijk thuis werken om de verspreiding te voorkomen. Maar ook privé opletten. Niet te veel mensen uitnodigen. Afstand houden. Dat betekent ook voor de jaarwisseling, voor de kerst, dat we het in hele kleine kring zullen moeten vieren. Dat is verdrietig, helaas. Maar het is niet anders. We moeten verstandig en wijs zijn. En laten we kijken hoe we in kleine kringen toch met elkaar gezellig kunnen maken. Ik wens u nu alvast een hele goede kerstvakantie en vooral deze boodschap: let op elkaar, houd afstand en zorg ervoor dat de ziekte zich niet verder gaat verspreiden.